Verpakte dierlijke producten, zoals deze lading kattenvoer, kunnen vanaf vandaag in deze gloednieuwe grenscontrolepost in de Gentse haven gecontroleerd worden. Alle dierlijke producten die van buiten de Europese Unie komen, zullen hier voorbij de douane en het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid moeten passeren. Dankzij deze grenscontrolepost gebeurt dat nu ook op één plek en kunnen containers met dierlijke producten rechtstreeks per zeeschip in Gent aankomen en daar gecontroleerd worden. En dat is een hele verbetering, want vroeger gebeurde die controle in een andere haven. Dat was dan of in Zeebrugge of in Antwerpen voor heel veel van de producten. En dus dat betekende dat ze ofwel eerst daar moesten gecontroleerd worden en pas dan naar Gent konden komen, of zelfs in Gent binnenkomen en dan terug moesten naar Zeebrugge of Antwerpen om gecontroleerd te worden. Dus dat was inefficiënt en, laat ons eerlijk zijn, zelfs slecht voor het milieu, want je had veel te veel vrachtwagenbewegingen. Dankzij deze grenscontrolepost in de Gentse haven worden er dus een pak minder vrachtwagens de weg opgestuurd. Maar de bouw van deze controlepost zorgt niet alleen voor een duurzame oplossing. Het maakt het administratieve werk ook een pak eenvoudiger. Want de douane en het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid zitten nu op één locatie. Hier kunnen ze de containers controleren, stalen in het laboratorium onderzoeken en de administratie snel afhandelen. En daar wint uiteindelijk iedereen bij. Dat zag ook federaal minister van Financiën Vincent van Petegem, die de grenscontrolepost officieel kwam inhuldigen. De Gentse haven is afgelopen jaren enorm aan het groeien. 525 bedrijven, heel veel toegevoegde waarde, ook heel veel mensen die hier werken in de haven. En dan is het natuurlijk ook belangrijk dat al die transporteurs die hier toekomen, dat die op een snelle en efficiënte manier geholpen worden. En dat doen we hier nu vandaag met de opening van onze nieuwe grensinspectiepost, waar we zowel met de FAVV, de voedselveiligheid, als onze douane samenzitten, zodanig dat we aan die transporteurs een snelle en efficiënte dienstverlening kunnen aanbieden. Het zijn vooral verpakte dierlijke producten, zoals gekoelde en bevroren vis, vlees en bepaalde dierenvoeding van buiten de Europese Unie die hier gecontroleerd zullen worden. En na de Brexit behoort ook het Verenigd Koninkrijk tot die groep. Een van de belangrijkste handelspartners van North Seaport. Deze grenscontrolepost komt dus net op tijd. Well, eigenlijk leefde de idee al voor de Brexit, maar we zijn heel blij nu met de Brexit dat dat inderdaad ook wel kan. We verwachten veel goederen uit Groot-Brittannië die naar hier kunnen komen op deze nieuwe controlepost. We verwachten die eerlijk gezegd ook wel uit Noord- en Zuid-Amerika, wat ook voor ons landen of werelddelen zijn waar we al lang heel veel mee werken. Maar de Brexit, ik zou zeggen, is op dit vlak goed, altijd slecht de Brexit, maar op dit vlak goed dat die controlepost er al is.